Scooters en brommers met verbrandingsmotoren moeten uit de binnenstad. Dit omdat ze veel lawaai maken en fijnstof uitstoten. Wethouder Philip Broeksma werkt op verzoek van de gemeenteraad hiervoor een plan uit. De binnenstad wordt gedeeltelijk een gezondheidszone. Daarvoor is een verkeersbesluit nodig. Een bord met erop een bromfiets met een rode rand eromheen moet het gebied markeren. Dat betekent dat we een gebied kunnen aanwijzen rondom de binnenstad waar die vervuilende scooters niet meer mogen komen. En dat betekent dat daar de leefkwaliteit omhoog zal gaan, dat er minder stank en minder herrie en minder giftige uitlaatgassen van die scooters in de binnenstad zullen zijn. Een milieuzone voor snor- en bromfietsen met een verbrandingsmotor is juridisch niet mogelijk. Wat je in andere steden soms ziet zijn milieuzones, maar dat kun je alleen instellen als de luchtkwaliteit slecht is. En in Groningen, gelukkig, zeker in de binnenstad, hebben we gewoon een goede luchtkwaliteit. Dus dat is technisch niet mogelijk. De gemeente verwacht dat het verbod in 2022 kan ingaan. We sturen nu een brief aan de raad als een reactie op die motie. Het kan. En als we alles op alles zetten, kan het in 2022 ingaan. De plannen worden eerst nog besproken met bewoners en ondernemers in de binnenstad, met de politie en met eigenaren van scooters en brommers.